Goeiedag en welkom wederom bij een volgend filmpje op mijn kanaal. Mijn naam is Arnold Gans en ik neem jullie stap voor stap mee op mijn persoonlijke reis door deze Warhammer wereld. Je hebt als Warhammer speler en painter van miniatuurtjes en noem maar op enorm veel tools tot je beschikking. Een van de nieuwere, in ieder geval voor mij, was de airbrush. Toen ik zo'n 15 jaar geleden, langer waarschijnlijk, er nog bezig was. Ik geloof wel dat ik het ooit een keer gehoord heb dat iemand een airbrush gebruikte voor een Golden Demon-achtige verhaal of zo. Maar dat was iets wat je als normale Warhammer-speler en painter van modelletjes eigenlijk nooit zou gebruiken. Nou, 15 jaar later, ik ben opnieuw begonnen met Warhammer. En alle filmpjes op YouTube hadden wel iets te maken met een airbrush. De technieken waren dusdanig versimpeld, vereenvoudigd en duidelijk in beeld gebracht dat ik de stoute schoenen aangetrokken heb en ook voor mezelf een setje gekocht heb. Ik heb de Fengda Airbrush FE130 gekocht en de Fengda Compressor FD196. Die waren toen in aanbieding, setje gecombineerd. Ik heb er gelijk een pot bij gekocht en een extra houder en god mag weten wat. Ik dacht, ja, weet je, je kan het maar nodig hebben. Dus ik heb het mezelf wel iets duurder gemaakt, maar het setje zelf, dat lag ongeveer zo rond de 130, 140 euro. En eigenlijk heb je daar meer als genoeg aan om mee te beginnen. De compressor, ik heb erbij gezocht, is een olievrije mini-compressor, een tank, een drukregelaar met een waterreservoir, een watervanger, zeg maar erop. Hij is regelbaar tot 6 bar, als ik me niet vergis. En, ja, weet je, qua compressors, je kan eigenlijk niet fout gaan met deze compressor, heb ik me laten vertellen, laat ik het dan zo zeggen. De airbrush daarentegen, daar zijn wel wat verbeterpunten op te verzinnen. Voorlopig heb ik het nog prima naar mijn zin met deze FE130. En ik zal je zo meteen laten zien hoe je hem uit elkaar kan halen en hoe ik hem schoonmaak. Maar er zijn echt wel betere, heb ik me laten vertellen. En de verbetering zit dan hoofdzakelijk in het gebruikersgemak. Want het principe is voor alle airbrushes exact hetzelfde. Als je tenminste dit type gebruikt. Dit type is een dual action en gravity feed exemplaar. Een gravity feed betekent niet meer als zwaartekracht helpt je om de verf in het pistool te krijgen om het eruit te spuiten. En dual action betekent dat je hem in kan drukken. En daarmee krijg je dus lucht. En als je hem achteruit haalt, dan trek je de naald ook langzaam achteruit. En die naald loopt taps toe. Dus hoe verder je hem achteruit haalt, hoe meer ruimte je creëert rondom die naald. Waardoor er steeds meer verf mee kan komen met de luchtstroom die je geeft. Dat is eigenlijk heel simpel uitgelegd hoe een airbrush werkt. Schoonmaken gaat daarentegen nog veel simpeler. Maar dat ga ik je zo meteen laten zien. Wat ik iedereen aanraad die met een airbrush gaat beginnen, zorg ervoor dat je een quick release gaat kopen. Die kost niet zo gek veel. Ik geloof dat bij Ali, ik het zo kan grijpen. Ja. Bij Ali heb ik die dingen gekocht. En ik geloof dat ik iets van 2,40 euro betaald heb of zo. Of iets in de geest. Inclusief verzendkosten per stuk. Dus ja, weet je, daar kun je eigenlijk niet voor zonder zitten. Maar wil je het hier binnen in Nederland krijgen, dan zijn er ook zat mogelijkheden voor. Quick release betekent niet meer dan van, hij zit erop. En als je trekt hem achteruit, hij is los. En zo kun je ook heel makkelijk, als je meerdere airbrushes hebt met bijvoorbeeld verschillende naalddiktes, dat je makkelijk van
airbrush kan wisselen. Heel simpel. Je hebt een mannetje. Dat mannetje, dat bevestig je op je airbrush. En je hebt het vrouwtje en die bevestig je aan de slang. En door op de hendel te drukken, gooi je lucht eruit en trek je hem achteruit. Dan komt er steeds meer verf mee. Dit is de cup waar je de verf in gooit. En, ik heb hem nog nooit vol gehad. Ook nergens voor nodig. Want zoveel verf gebruik je niet als je aan het airbrushen bent. Je kan hiervoor een aantal dingen eraf halen. Daar moet je ook heel erg mee oppassen. Want die naald die erin zit. En kijk of ik die een beetje in beeld kan krijgen. Als je het achteruit trekt, dan zie je die naald. Zie je naar binnen gaan. Zie je dat? Nou, ik weet niet of ik over het geluid van de airbrush heen komt. Maar als je de hendel naar achteren haalt, dan zie je deze naald. Die zie je naar binnen gaan. Let op. Omdat die naald taps toeloopt, komt er steeds meer ruimte eromheen vrij. Waardoor er ook steeds meer ruimte is voor de verf. En dus steeds meer verf losgemaakt wordt. Goed. Als je gaat primen, en daar heb ik hem hoofdzakelijk in het begin voor gebruikt. Prime verf is dikker dan de gewone verf, om het zo te zeggen. En dan zul je dus wel iets vaker moeten schoonmaken. Om te voorkomen dat je daar echt een enorme opbouw op die naald krijgt, doe ik dat regelmatig met Airbrush Cleaner. Ook Airbrush Thinner, dat gebruik ik dan. Misschien niet echt handig, maar ik vind het wel prettig. En gewoon water. Ik gebruik daar gedemineraliseerd water voor. Je kan uiteraard ook gewoon kraanwater gebruiken. Maar ja, al die extra dingetjes vind ik in het water niet nodig. Dus ik heb gewoon gedemineraliseerd water. Een van de belangrijkste aanschaffen zijn of is deze afvangpot. Je zet hier je airbrush in en je kan hem helemaal leeg spuiten. En in het dingetje zit een filtertje waardoor alle dampen die er daarmee uit vrijkomen, die er zo geconcentreerd zijn, weggevangen worden. En zeker als je airbrush cleaner gebruikt, dan riekt dat behoorlijk. En als je dat niet hebt, dan zit je echt in een dampwolk hier. En dat is echt onprettig. Het is eigenlijk een hele simpele glazen pot. Met een deksel. In het deksel zit een afvangschermpje waar je tegen aanspuit en dan druppelt het gewoon in die pot. Eigenlijk niet meer dan dat. Kost niet zo gek veel, maar een wezenlijk belangrijke aanschaf. Goed. Nou, hoe maak ik schoon? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik heb de verf in. De verf is op, ik wil wat anders gaan doen. Dan spoel ik hem eerst een paar keer na met gewoon water. Dan spoel ik hem helemaal door. Dan de airbrush cleaner er doorheen. Ik hou mijn vinger tegen het uiteinde aan. En ik borrel het laatste restantje wat hier nog tussen zit. Eigenlijk gewoon vermeng ik dat met de airbrush cleaner. En dan spuit ik weer eruit. En dan spoel ik het nog een paar keer door. Met een beetje water. En dan praat je echt over 10 druppels of zo. Ik bedoel, dat is echt meer dan genoeg. En je kan door met het volgende kleurtje. Het is niet veel moeilijker dan dat. Nou, ik zal ook even aan de achterkant uit elkaar halen. Zodat ik ook de naald kan laten zien. Even open. Dit is de naald. Je kan zien dat die keurig aan het einde taps toeloopt. En je kan je voorstellen, op het moment dat je die dus wat achteruit trekt, die hier dus eigenlijk steeds meer ruimte creëert.
waardoor dus steeds makkelijker en meer verf eruit kan laten gaan. Terugplaatsen van de naald is vrij simpel. Erin steken, tot die echt niet meer verder kan, en vastzetten. En dan trek je heel de binnenkant er achteruit. Nou, sommige airbrushes hebben aan de achterkant ook nog een dopje zitten. En daarmee kun je dus de uitslag van het hendeltje kun je beïnvloeden. Heel naar binnen doet. Dan kunnen we maar een heel klein stukje doen. Steek ik wel altijd op dezelfde hoeveelheid verf wil ik eruit krijgen. Dan kun je hem hiermee afstellen. Zodat je hem nooit verder naar achter kan halen dan dat hij toelaat. Ik heb hem gewoon altijd helemaal open staan, want ik wil gewoon zelf door middel van mijn druk bepalen of ik wel veel of weinig verf wil hebben. Maar goed, ik kan me voorstellen als je grote oppervlakte moet doen, ja, je wil eenzelfde dikte overal hebben, dat je dat wel gebruikt. Nou, voor mij heb ik het hele verhaal nu behandeld. Ik heb de airbrush laten zien, ik heb de compressor laten zien. De Fengda set zoals ik hem heb, ben ik heel erg blij mee. Maar nogmaals, de airbrush die gaat toch al binnenkort vervangen worden door een ander exemplaar. Welke? Ik heb nog serieus geen idee. Maar ik denk dat ik hier in Nederland op zoek ga naar een leuke cursus. Waarin ik ga leren of hetgeen wat ik mezelf aangeleerd heb, of het een beetje klopt. En eventueel nieuwe trucs op te pikken. En ook gelijk te leren waar ik op moet letten als ik een nieuwe airbrush ga kopen. Want ik kan wel zeggen, ik koop gewoon gelijk de duurste. Dat zal ongetwijfeld de beste zijn. Ja, dat zal best. Maar misschien is dat voor mij een totale overkill voor hetgeen wat ik ermee wil. Dus daar wil ik gewoon eerst wat meer van weten voordat ik een andere ga kopen. Nou, dat zijn de tools die je ervoor kan gebruiken. Dit is het zo'n sleuteltje, zeg maar, die je kan gebruiken om hier de voorkant ook nog open te krijgen. Maar dat heb ik nog nooit nodig gehad. Ja, weet je kan hier eigenlijk ook niet zo gek voor aan misdoen. Het is eigenlijk een heel erg simpel apparaatje. Heb je vragen? Stel ze onder de video in de comments. En ik zal de informatie ook onder in de beschrijving zetten waar ik het vandaan heb. En waar jullie hem kunnen kopen. Airbrush cleaner. Je hebt van allerlei soorten, alle soorten merken. Ik heb toevallig die van Vallejo, omdat die vrij goed aangemerkt werd. Ik heb geen ervaring met andere. Dus misschien zijn er wel veel goedkopere varianten die net zo goed werken. Hey, dit was mijn verhaal over het werken met de airbrush. Nogmaals, grote disclaimer. Dit is de ervaring die ik ermee heb. Ik ben absoluut geen airbrush-guru of alwetend persoon over airbrushes. Ik wil alleen maar aangeven dat iedereen met een airbrush om kan gaan. Er zijn enorm veel filmpjes ook op YouTube te vinden over de technische werking ervan. Maar dat gaat een beetje te ver voor dit filmpje. Hey, bedankt voor de aandacht en graag tot de volgende keer. Groetjes!